Deze nieuwsuitzending, die is voor mijn slapen gaan. Even een boertje laten. Moet die theefabrikant eens aan gaan schrijven. Vanavond jullie thee moet ik wel heel erg boeren. Ik heb 2 jaar lang verschrikkelijk veel gesopen. Maar ik kan me niet herinneren dat ik daar zo van moest boeren. Er is wat met die thee. Nee, ik ben heel blij. Echt zo blij. Ik heb vorige week vrijdag, sinds een hele lange tijd, een heel opbouwend gesprek gehad met mijn kind. Zij is nu 19. Ze woont op kamers. Echt een dame. En de lucht is een beetje aan het opklaren. Hé hé, poepoe, nou nou. De eerstvolgende keer dat ik haar spreek, dat komt binnenkort. Komt binnenkort een keer bij me langs. Dat hebben we afgesproken. Als ik haar over de telefoon spreek. De eerste keer dat ik haar spreek, ook al is het over de telefoon. Ga ik haar mijn excuses aanbieden. Ik hoop dat ze dat zal waarderen. Welgemeende excuses. Want ik heb een paar steken laten vallen. Ik sprak mijn dochter vrijdag en toen was ik dus net 5 dagen van de boes af. Ah, de boes hoor. 3 liter zwaar bier per dag. Niet echt boes. Maar wel veel alcohol, dacht ik. Hey. En daar word je niet per se helder van in jou. Ik heb een paar steken laten vallen. Daar ben ik blij om. Dat ik erachter ben natuurlijk. Niet dat ik die steken heb laten vallen. Maar dat ik het nu weet. Aha. Domme Perry heeft een beetje domme gedacht. Ja, ik ben Heilige Maria, moeder van God niet. Want die bestaat namelijk niet. De Heilige Maria, moeder van God. Een God zelf, een beetje vreemd om te zeggen dat die bestaat. En waar ik het over ga hebben, is het geloof. Zoals ik dat uit zal gaan leggen aan mijn kind, als de tijd daarvoor is. Kom wel een keer. Mijn dochter heeft een Bijbel, maar ja. Eerst is die. Ik heb er doorheen gebladerd. Ja, die kan er geen touw aan vastknopen. Ik ga het hebben over het belangrijkste vers van de Bijbel om als eerste te lezen. En dat is het eerste vers. Waarmee de trend wordt gezet, de toon wordt gezet. Voor de rest van het boek. Met een hoofdletter B van boek. Daar staat: in den beginne schiep God hemel en aarde. In het Engels staat er the heavens and the earth. Komt op hetzelfde neer. In den beginne schiep God hemel en aarde. Die zin, in den beginne schiep God hemel en aarde, daarin gaat het om 4 kernen. Namelijk, in den beginne schiep, dat is een werkwoord, misschien term. God is een term. Hemel is een term. En, dat is geen term, dat is een conjunctie. Een ingewikkeld woord. En is een
Ja, dat heet een conjunctie. Ah, daar weet ik ook geen ander woord van. En aarde, dat is de vierde term. Dus je hebt in den beginnen, en dat betekent dat toen de tijd begon. Dus dan even terug, hè? In den beginnen, dat is de tijd, de hemel, de hemelen als je dat noemt, en de aarde. En dat werd allemaal geschapen, veroorzaakt door die term God. De eerste vraag die je dan kan hebben is van, ja, hoe kan je dat nou weten? Want er was dus geen mens bij. En dat klopt wel. Er was niemand bij. Achteraf heeft Mozes dat eventjes geformuleerd. En Mozes, dat was een Jood. Er zijn mensen hier in Arnhem die beweren dat ik een antisemiet ben. Er zijn ook mensen hier in Arnhem die beweren dat ik seks heb met kleine kinderen. Het is niet aan mij om dat te weerleggen. Het is aan die mensen om dat te bewijzen. Je gaat niet zomaar iemand ergens van beschuldigen. Oh, terug naar Genesis 1, vers 1. Mozes heeft dat opgeschreven. Mozes, dat is iemand zonder achternaam. Mozes Kriboel. Nee, niemand was erbij. En toch is dat zo. Het is namelijk logica. Het is metafysiek. Metafysica, dat is een tak van sport, zo noem je dat. Het is geen sport, het is schrijvelarij, waarbij de woorden heel zorgvuldig worden gewogen. Metafysica is geen wetenschap of zo. Want wetenschap, dat hoort bij de bestudering van de werkelijkheid. De objectieve werkelijkheid. Er schijnen, zou ik zeggen. Hoe de wereld op ons overkomt. En dan kan je een weegschaal pakken en dan zeg je tegen tante Gerda, ga er eens op staan. Dan zeg je, oeh, tante Gerda, u bent afgevallen. Ja, zegt tante Gerda, goed hè. Dus de verschijning der dingen, die kan je meten en dat noem je wetenschap. En doe dat vooral een beetje zorgvuldig, alsjeblieft. Ben je onzorgvuldig, nou, dan hoef je niet een wetenschapper te gaan worden. En al helemaal geen metafysicus. Een metafysicus die weegt zijn woorden. En de wetenschap, dat is een... Dat is iets wat de metafysicus meeneemt in zijn beschouwing van die erscheinung, de verschijning. Dat geldt voor alle wetenschappen. Biologie, natuurkunde, scheikunde, zelf. In de 19e eeuw was er een man en die woonde in Koningsbergen. In Duitsland is dat. Was ook een Duitser. En die heette Immanuel Kant. Die heeft in 1781 een werk gepubliceerd. En dat heet De Kritiek van het Zuivere Verstand. Kijk, daar hoor je een metafysicus aan het worden. Een pretentieuze titel. Dacht je niet? En als je het boek begrijpt, dan snap je... Dat de enige titel is.
die dat boek kon hebben. De schrijfstijl van Kant is... Het is niet lelijk of zo, maar het is wel een beetje opgeblazen. Niet bedoeld om lekker te lezen. Immanuel Kant komt met het geniale idee dat de werkelijkheid niet verklaard kan worden vanuit iets van de werkelijkheid. Dus is de werkelijkheid veroorzaakt door ... maar niet iets uit de werkelijkheid. Dat idee van Kant, dat is dankbaar opgepakt door Arthur Schopenhauer. En heel grappig toegelicht door Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche is een hele goede, dat is echt een leuke schrijver. Hij heeft zo'n boekje geschreven, dat heet De Vrolijke Wetenschapper. Dat is heel aardig. Heel grappig. Maar Nietzsche is een beetje een clown. Maar maakt ook niet uit. Je hoeft niet altijd even serieus te zijn als metafysicus. Martin Heidegger is ook een Duitser. Nietzsche was ook een Duitser. Schopenhauer was ook een Duitser. Martin Heidegger, dat is het begin van de 20e eeuw. Die heeft het werk Zijn en Tijd. Dat is zijn tweede. En hij komt met die mooie frase. Waarom zou je ervan uitgaan dat iets de oorzaak is? Waarom niet niets? Ik weet nog in de tijd dat ik in Nijmegen zat, hè, dat studenten zaten te gniffelen daarbij. Maar wat is dat nou hier? Maar dat is gegniffel van bakvissen. Want het klopt. Niets is de oorzaak van alles. Nou, dan kom je terug naar Genesis 1. In de beginnen schiep God hemel en aarde. Nou, buiten tijd, hemel en aarde. En Martin Heidegger die vat hemel, dus de wereld der gedachten. En de aarde, dat is de materie. De hemel is natuurlijk ook de hemel om je heen. Met de wolken en alles. Maar het is ook de gedachte. De hemel. Dat is onze Vader die in de hemel is. Dat staat weer verderop in de Bijbel. Daarmee wordt niet bedoeld dat hij op een wolk zit. Even naar boven kijken waar God nu weer uithangt. Zo is dat niet bedoeld. Hè? Het koninkrijk der hemelen, dat is niet een of andere Vaticaan wat dan ronddrijft rondom de bergen van Tibet. Kijk dus terug naar Genesis 1, vers 1. God staat dus buiten de hemel en de aarde. God is de baas van alles. En hij verblijft in de hemel. Je kan zeggen, dat zegt Marco vaak, hè? God bestaat in de gedachten van de mensen. Maar zo zou ik het niet zeggen. Maar zoiets. Want hoe moet jij je het niets voorstellen? Want God is dus het niets. God is precies dat wat je niet kan zien, niet kan ruiken, niet kan meten. Helemaal niks.
Je kan het niet kennen. Dat zegt Kant ook. Want Kant heeft het wel degelijk over God. Hij noemt dat DAS. Ding an sich selbst. Dat is correct. Dat je denkt te kijken naar een olifant, maar dat is helemaal geen olifant. Het is een verschijning van de olifant. Hetzelfde geldt voor alles. Alles wat je ziet is een verschijning van dat wat er werkelijk is. Het is een positionering van, het is een definitie, Genesis 1 vers 1, van de inhoud van de term God. Als iemand aan je vraagt, wie is God, dan zeg je nou, dat was dat, het of hij, die in het begin hemel en aarde schiep. Mooi kort, hè? Dat vers moet je goed begrijpen. Ga er maar over nadenken. En niet schrikken als je plotseling een stem hoort van, oeh, jij snapt me. En je valt van je stoel, jongen. En je bent voor eeuwig veranderd. Je wordt nooit meer de oude. Als je één keer Frans hebt geleerd, ik hoop niet dat je dat gaat doen. Ik vind het zo'n lelijke taal. Maar als je ooit Frans hebt geleerd, dan kan je dat niet ontleren. Dan ben je voor eeuwig veranderd. Als je ooit Genesis 1 hebt begrepen, Genesis 1 vers 1 hebt begrepen, dan komt de rest vanzelf van de Bijbel. En besef goed dat de Bijbel het enige boek is met een ontologie. Een ontologie, dat is een zijnsleer. Een ontstaansleer. Een leer die iets zegt wat de oorzaak is van alles. Het enige boek. Nou ja, zeggen, ja, Martin Heidegger heeft toch ook van alles gezegd. Ja, dat is ook zo. Maar niet zo kleurrijk zoals in de Bijbel. De Bijbel is een heerlijk boek om voor te lezen. Na het eten. Allemaal lekker gegeten. Het toetje is op. Tijdens het toetje, kan ook. Maar je kan ook eerst het toetje op laten eten. En dan niet 13 pagina's uit de Bijbel, maar weer. Gewoon een stukje. En dan leuke stukjes. Het is leuk als papa dat doet. Als hij er is. De mannen hebben meer besef van metafysica. Martin Heidegger, Nietzsche, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche is het trouwens, en Arthur Schopenhauer. Arme mannen. Mozes was een man. Mannen hebben meer gevoel van metafysica. En vrouwen moeten dat maar aannemen, in de meeste gevallen. Ik ken geen vrouwen die Genesis 1 vers 1 goed begrijpen. Ze zijn er misschien wel. Ik ken ze niet. Ik ken ook geen vrouwelijke metafysicus. Er is een vrouw geweest, Hannah Arendt, een Joodse vrouw. Joodse afkomst. Dat was de vrouw van de levenspartner. Ik weet niet of ze getrouwd waren. Ze heeft in elk geval haar eigen achternaam behouden. Van Martin Heidegger. Zij heeft een boek geschreven met een hele mooie titel.
en het heet de menselijke toestand. Le condition humaine. Ja, dat kunnen vrouwen niet. Wel. En de man die geeft dat kader aan. Ik heb het boek van Hannah Arendt niet gelezen. Maar dat wil ik nog wel een keer doen. Binnenkort ben ik jarig. Nou, binnenkort. 29 augustus ben ik jarig. Misschien vraag ik het voor mijn verjaardag. Zo duur zal dat niet zijn. Er zitten geen auteursrechten meer op. Neem ik aan. Nee. En dan lees je je kinderen voor uit het boek. En niet gelijk al die gory shit. Want er staan ook stukjes af gory shit. Maar er zijn ook moeilijke stukjes in. Slagpartijen. Dat is niet echt nodig. Dat zijn hele mooie anekdotes. En een man kan het goed doseren. Spreuken 15 vers 1. Erg mooi. Psalmen, dat was mij erg mooi. Dat is het Oude Testament dan. En de brieven in het Nieuwe Testament. Heel liefdevol geschreven. Met heel veel compassie. En goed geschreven. De Bijbel is het, wat mij betreft, het beste boek. En dan niet door één mens geschreven, nee, bij jou. Was Mozes echt één iemand? Ja, misschien, kan. Maar weten we niet. Misschien was het wel een groep mannen die allemaal hetzelfde dachten. En eentje heeft het opgeschreven, maar iedereen dacht het. Dat zou verklaren waarom die geen achternaam had. Een belangrijk boek. En als je nu, heb ik je net verteld, als je nu weet dat de Bijbel als het ware onderbouwd is vanuit de metafysica, dan mag je toch wel begrijpen dat het niet het eerste beste boek is. En veel mensen die zijn heel kritisch op de Bijbel, want dan kijken ze naar dingen als de Spaanse Inquisitie. En de Jodenvervolging door de paus. Er zei Mira, van Tochtie Mira, die zei van ja, maar de christenen die geven toch de Joden de schuld dat ze Christus gekruisigd hebben. Ik zei nee meid, kom je naar mij. Zij was helemaal verbaasd. Ik zei, nee, dat komt van de paus. Weet je, die gekke man, die eruit ziet als Sinterklaas. Of moet je zeggen dat Sinterklaas eruit ziet zoals de paus? Oh, jij mag kiezen. En die komt met die rare verhalen. Dus voor mijn dochters wil ik even vertellen, om die Bijbel even op de kaart te zetten. Christus Jezus was een Jood. Die woonde in het land, in de regio, dat wat we nu Israël noemen. Die andere grenzen misschien, maar dat gebied. Hij is in Jeruzalem geweest. Te voet. Christus die heeft zichzelf laten kruisigen. Als een marteldood.
En dat was hij van plan. Dat is geen geintje. En dat was niet omdat hij medelijden wilde. Dat was niet omdat hij indruk wilde maken. Dat was omdat dat nodig was. Hij heeft zijn leven gegeven, niet voor zichzelf, maar voor jou en voor mij. En mensen die leven in, nou, ik ken ze wel zat hoor, die hebben inkomen, jongen, spaarrekening. En volgende week gaan ze op vakantie naar Ibiza en dan gaan ze elke dag barbecuen. Ja, die zijn zo happy als wat. En als ze in de krant lezen van er zijn weer bommen gegooid op Irak, dan denken ze, nou, maakt mij het uit. Ik ga naar Ibiza. Ik ga seks hebben met mijn brunette. Die mensen zegt dat verhaal helemaal niks. Christus heeft ook gezegd, ik ben niet gekomen om die rijke mensen te bedienen of te helpen. Die hebben al genoeg. Ik ben er voor de vertrapte, voor de onderdrukte, voor de hongerige, voor de dorstige, voor al die mensen die buiten de boot gedonderd zijn. Want dat zijn de kinderen van mijn vader. En die rijke lui en al die middenstanders en al die jongens met een leuke auto. Oh, mijn auto is over 2 jaar oud, ik ga hem inruilen. Dat is een nieuw model van Audi. Daar heb ik een hele goede recensie van gelezen. Hey, die mensen die zijn al voldaan. Die mensen zijn zich niet bewust dat ze het leven aan zich voorbij laten gaan. De zachtmoedigheid onder ons, dat kunnen wij. Die maakt dat onmogelijk. Je mag wel rijk zijn, dat maakt mij niet uit. Maar het geld is niet van jou. Die bezittingen zijn niet van jou. Jouw leven is meer dan de optelsom van je activa en je liquide middelen. Je leven is meer dan de spullen die je hebt. En de optelsom van al je bankrekening. Christus heeft gezegd, voordat hij eraan ging, voordat hij zichzelf eraan liet gaan, heeft hij gezegd, wat ik ga doen, het is dat ik heen ga. En hij zegt dan, het is noodzakelijk dat ik heen ga. Dat was in nummer 33. Ja, zie je wel, vrijmetselen. Nee, man, de vrijmetselarij, dat komt pas 1,5 millennium daarna. Ja, 33, dat is een getal. Zeker. Wordt gebruikt door de vrijmetselarij. Maar die hebben geen copyright erop. Nee, dat ligt bij Christus Jezus. Maar Jezus was nummer 33. En die zei, het is noodzakelijk dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, en dat zou betekenen dat hij zijn leventje lekker uitleidt, en een beetje naar rond te wandelen, oh, het meer van Galilea, oh, wat leuk, kom, we gaan weer vissen vangen.
een gegeven moment zei hij, ja, ik heb een beetje last van, ja, nu is hij 86 en toen ging hij dat. Hij zei, dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat ik niet heen ga. Want als ik niet heen ga, dan kan ik de Heilige Geest niet sturen. Maar als ik heen ga, dan zal ik de Heilige Geest sturen. Maar wat is nou de Heilige Geest? Nou, de Heilige Geest is dat wat mensen die in het woord van Christus geloven, verbindt op een magische manier. Tot de tovergeest. De Heilige Geest. En de belofte is dat Christus terugkomt. Die belofte van de Heilige Geest, die is vervuld. Carl Gustav Jung zou zoiets zeggen als synchroniciteit. Dingen gebeuren net even iets te toevallig. De Bijbel is een ontzagwekkend boek. Als je begrijpt wat erin staat. Er zijn mensen die we hebben geen jota van de Bijbel gelezen en ze kunnen er uren overlopen. Zuren. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat doe ik niet aan hoor, want als je de Bijbel gaat lezen, dan kan je wel hebben gezien. Dat is niet waar. Niet als je de Bijbel goed leest. Als je de Bijbel goed leest, met een open hart en een open geest. En je houdt alles voor mogelijk. Bijvoorbeeld dat God in het begin hemel en aarde heeft geschapen. Je denkt van oké, laten we maar aannemen. Het zal wel waar zijn. En dan doorlezen. God heeft een broertje dood aan immoraliteit. Immanuel Kant ook. Arthur Schopenhauer ook. Friedrich Nietzsche ook. En Martin Heidegger al helemaal. Voor ieder weldenkend mens heeft een broertje dood aan immoraliteit. En God ook. God heeft ons geschapen naar zijn evenbeeld. Dus wij dienen moreel te zijn. En laat nou Arthur Schopenhauer in 1840 een werk hebben gepubliceerd. Het heet Die Grundlage der Moral. Nou, die of der, maar dat heb ik niet idee. Ja, ik moet toch een beetje goed. Grundlage der Moral. Über die Grundlage der Moral ist geblieben. Diese Grundlage. Dieser die Grundlage. Von meiner Grundlage. On the basis of morality, dat is de Engelse vraag.
Dat boekje is in het Nederlands vertaald. Gelukkig. Ik kan wel een beetje Duits, maar... Duits van Schopenhauer en Kant. Ook van Nietzsche. Hoor. Doe dat niet op zijn Duits. Moet je weten dat die mannen als Immanuel Kant en Schopenhauer en Nietzsche, Friedrich Nietzsche. En dat geldt natuurlijk ook voor Martin Heidegger. Ja, die moeten een beetje gewichtig overkomen. In die tijd was dat nodig. Want anders werden ze weggezet als een stelletje kleuters. Ja, dat leidt dan tot dat Hoogduits. Van die lange zinnen met komma's en streepjes en puntkomma's. De Nederlandse vertaling van Über die Grundlagen der Moral. In het Nederlands heet dat boekje Dat ben jij. Je kent vast wel Lewis Carroll met Alice in Wonderland. Met het fenomeen Through the Looking Glass. Dat wat je om je heen ziet, die andere mensen die je ziet, dat ben jij. Je ziet alleen maar jezelf. Op zijn Frans heb je die frase On y soit qui mal y pense. Men is zo slecht als dat men denkt. Nou, on y soit qui mal y pense. Je moet niet slecht denken over andere mensen. Want die kunnen er niks aan doen. In het Onze Vader staat... Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is de basis van de moraal. God is moreel en wil dat wij moreel zijn, want hij heeft ons geschapen naar zijn evenbeeld. Met een totale vrije keuzemogelijkheid. Je mag ermee doen wat je wil. Eis is... dat je moreel bent. En geen henky-penky. Je kan het wel. Maar het feit dat je iets kan, dat je het vermogen hebt, betekent niet dat het mag. Kijk, als je iets kan en als je iets mag, ja, dan moet je het ook doen. Lijkt mij. Ik kon het wel en ik mocht het ook, maar ik heb het niet gedaan. Ja, dat is niet de bedoeling. Je moet wel wat doen met je leven. En daarom heb je vrije keuze mogelijk. Maar je hebt geen vrije wil. Want dan zou je een wil van jezelf zijn. En dat kan niet. Jij bent het resultaat van de wil van God. En dus is jouw wil de wil van God. Dus je hebt geen vrije wil. Er is maar één wil en die komt vanuit God. En die wil van God die manifesteert zich in jou. En jouw zijn, jouw leven. Dat is het evenbeeld van God. Jij moet een schepper zijn. Jij moet creëren. En wat je maakt, je moet weten. Dan mag je zelf kiezen. Maar je moet moreel zijn. Er is geen twijfel over. Kant heeft laten zien dat er dus buiten dat wat wij de, dus behalve dat wat wij de objectieve werkelijkheid noemen, die erscheinen, noemt Kant dat, is er nog iets wat wij niet kunnen zien. En dat is God.
En Arthur Schopenhauer heeft laten zien dat wij als onderdeel van die verschijning moeten wij moreel zijn. Anders vallen wij buiten de wil. Zo noemt Schopenhauer dat. Schopenhauer noemt God de wil. Dus in den beginne schiep de wil hemel en aarde. Dat is Schopenhauer. En op de zesde dag, Genesis, op de zesde dag schiep God de mens, Adam. Naar zijn evenbeeld. Wij zijn willende wezens. Door leven, dat doet helemaal niks. Een beetje brullen in het bos. Nou, op de savanne. Leven die staan helemaal stil. Die doen al millennia lang hetzelfde. Een beetje antilopers lastig vallen om op te eten. Dat verandert helemaal niet. Maar wij hebben wel die mogelijkheid tot verandering. Zo eer ik ons van die thee verschrikkelijk. En dat staat allemaal in de Bijbel. En besef dan dat die Bijbel, de King James is dan 1611, maar dat is een vertaling in het Engels. Maar de geschriften, waar die vertaling in het Engels van de King James Bijbel, Koning Jacobus Bijbel, op gebaseerd is, die geschriften zijn vele malen ouder. Ik weet niet precies hoe oud het boek Genesis is, die in het begin schiep God hemel en aarde. Maar wanneer is dat precies opgeschreven? Ja, echt wel een lange tijd geleden. Misschien wel 3, 4, 5.000 jaar geleden. Toen was het allemaal bekend onder de mensen. En telkens weer laten wij ons manipuleren door bullenbakken. Dan pak ik er nog een uit de doos. Kijk of een minuut. Lang. Ga ik even kijken op Wiki, maar dan heb ik mijn tijd mee terug. Oh ja, ik heb nog een kwartiertje. Ja, dat kan prima. In Genesis 6, dat is het boek van de zondvloed. Daarin staat, in die dagen waren er reuzen op deze aarde. Giants walked the earth. En er zijn er van die fantasten en die zeggen, ja, dat waren de Nephilim. En die waren wel 5 meter hoog. Oh, no, no, dat waren echte reuzen. Maar dat wordt er niet mee bedoeld. Het heeft Jurk Liesman mij goed uitgelegd. Die heeft zo'n handige bijbelapplicatie op zijn Windows-bak. En als je die, dat komt uit het Hebreeuws, en al die dingen. Dan pak je alles erbij en dan komt het neer op het woord pullenbak. Mensen met een grote mond. Grote mond, reus. Nee, ik ben de baas. Nee, ik stijg boven iedereen uit. Doe wat ik zeg. Ja, dat stelletje wangestalte domineert. Dat is ook het enige wat ze kunnen. Iemand is ik. Ik domineer niet. Waarom? Waarom zou ik? Ik ben Berritje Winkeltje. Ik ben geen reus. Nee, man. Ik ben geen bullenbak. Nooit geweest. Ik ben niet op deze aarde om jullie te domineren of om boven jullie uit te stijgen. En dat moet jij ook niet zijn.
Het enige wat je doet is je is pissen op de bruiloftstaart. En dat doe je niet. Je moet de schepping van God niet verstoren. Dat mag niet eens. Dat is niet moreel. Je moet niet boven mensen uitstijgen en ze lopen bullen pakken. En dat gebeurt momenteel wel. Maar niet alleen nu ben jij maf. Dat was in Genesis 6 al. En toen vond God, het niets, de tijd om even een grote schoonmaak. Hoppakee. En er zijn aanwijzingen in de archeologie dat er ooit toch iets was met een enorme zeespiegelstijging. Maar al was het niet eens zo, het verhaal blijft staan. Dus als het niet echt gebeurd is, dan is het als allegorie. De beschrijving van een complexe gebeurtenis in een kort verhaal. Staat het als een huis. En het was Noah die de dieren redde. Dat is de taak van de mens. En ik kan die Mianne Tiemens met de Partij voor de Dieren een puntje aanzagen. Dat die Mianne Tiemens is wat we met de Partij voor de Dieren is wat doen aan die pullenbakken. Zij zit toch in de politiek. Nou. Dat is Genesis 6. Hele sterk. Er zijn er meer goede stukken hoor. Een heel goed boek uit de Bijbel is het boek Hosea. Waarbij Hosea, een profeet, die wordt genoemd een van de kleine profeten. Die is getrouwd met een prostituee. Heeft daar 2 kinderen bij gewend. Het eerste kind, dat noemde hij niet mijn volk. Sterker. Christus ging om met belastinginners en prostituees. Christus heeft ook gezegd, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. En daarmee wordt niet bedoeld dat je niet mag oordelen, want ja, oordelen doe je altijd. Heb je zin in lasagne of wil je spaghetti? En dan ga jij zo en dan oordeel je van nou, ik heb vorige week al lasagne gegeten, ik wil eigenlijk liever spaghetti. Dat is jouw oordeel. Je gaat naar Google Maps en dan zeg je zo de route. En dan kijk je naar die route en zeg je, oh nee, niet weer langs Amersfoort. Nou, een keertje anders hoor. Dat is een oordeel. Maar dat mag. Je mag oordelen. Je loopt met iemand over straat en plotseling vlak van die vogelstront over zijn schouder. En dan zegt die vent zo, wat is dat nou? Dat jij zegt, ja, dat was die meeuw. Ja, dat mag. Je mag oordelen. Je zegt tegen iemand van, neem even je paraplu mee. En die vent vraagt van, waarom? Dat je zegt, nou, als ik naar boven kijk, dan gaat het zo dadelijk regenen. Dat is een oordeel. Je mag wel oordelen. Maar niet oordelen, zodat jij buiten, boven de twijfel verheven bent. Zo. Ja, Pieter is een klootzak, dus hij heeft het gedaan. Kijk, en jij hebt niks gedaan. Ja, dat mag niet. Ook een hele goeie uit de Bijbel. Noem niemand op deze aarde je vader. Ja.
Ja, maar bij de katholieke kerk, dan moet je iedere priester je vader noemen. Nou, dan weet je ook gelijk dat de katholieke kerk niks te maken heeft met de Bijbel. Ja, maar die zwaaien altijd met de Bijbel. Nee, man. Ze hebben jarenlang, wat zeg ik, meer dan een millennium lang, even goed zeggen. Anderhalf millennium lang of zo. Nou, ze hebben de Bijbel geheim gehouden. Ze hebben die geschriften in beslag genomen. En omgezet in die nieuwe brabbeltaal die geen hond begreep. Dat noemen we tegenwoordig Latijn. Ja, noemde het trouwens dat toen al. Ja, dat begreep geen hond. Dat is helemaal een soort geheimtaal. Ja, maar die geheimhoudingstoestanden, dat is over. Met name te danken aan de toevallige samenkomst van het leven en werken van Martin Luther. Met die boekdrukkunst. En toen kwam de Lutheriaanse Bijbel. En toen konden de Duitse mensen die konden de Bijbel gaan lezen. He, eindelijk. Nou, in 1611 hebben die Engelstaligen gekregen, de King James. En in 1637 de Statenvertaling in het Nederlands. De Lutheriaanse Bijbel die wordt niet meer zo gezien als je van hebt. Maar de King James wordt alom gerespecteerd. En heb je na, behalve de King James, zijn ze daarna gekomen met verbeterde versies van de King James. Ah, laat me zien. Die heb je niet nodig. Ik bespreek wel eens stukjes uit de Bijbel en dan gebruik ik straattaal. Maar het is in een gesproken woord, dat ga ik niet opschrijven. Dat is leuk om het als toelichting. Want daar gaat het ongeveer over, maar als je de precieze woorden wil weten, dan pak je je King James erbij of je Statenvertaling. Altijd uitgaan van de bron. En natuurlijk is de echte bron, dat zijn die oorspronkelijke geschriften, maar dat is Hebreeuws, Aramees en Grieks. Dat is denk ik te veel werk voor jou. Of voor een mens. En je mag erop vertrouwen dat de King James dat niet klopt. En kijk je op het internet, er staan er allemaal King James kritische sites. Nou, de King James, dat is ook een korreltje zout. Dat is niet eerlijk. Aan de King James is 7 jaar lang gewerkt door een team van 50 mensen ongeveer. En die mensen waren heel gemotiveerd. En er zat geen economisch gewin achter. Helemaal. En nu wil ik King James, die koning dan. Een beetje, ja, die heeft ook zo'n beetje rare dingetjes. Maar hij heeft wel ervoor gezorgd dat die poen op tafel kwam. En hij had misschien wel enigszins een politiek doel. Want hij dacht van ja, ik moet mijn volk kennis laten nemen van de Bijbel. Zodat ze weerstand kunnen bieden. Aan de vijand van King James als koning. Maar ook van de vijand van het Engelse volk. Namelijk het Vaticaan. Maar het Vaticaan was niet blij hoor. Met, met die King James. Maar ik heb wat datums erbij pakken. Dat ik het goed zeg. Anders krijg ik weer een standje van jullie. Spaans. Nee, de Armada was in 1588. En de King
James, daar zijn ze aan gaan schrijven. Is gepubliceerd in 1600. Zijn ze mee begonnen in 1604. Ja, dat was niet zo. Dat was even aan de kut. Oh, die was het. 1600. Dus 1 jaar nadat ze begonnen aan de King James. Ik hoop dat ik het goed zeg. Anders krijg ik weer een standje van jurk. Maar 6 jaar voor de publicatie van de King James hebben ze geprobeerd om het Britse parlement, inclusief de koning, op te blazen. Meer dan 30 vaten buskruid. Je kent dat figuur wel, hè? Dat heet Anonymous. Hè? Dat is toch een bepaald masker, wat zijn. Dat is een portret van Guy Fawkes. Dat is die vent die ze betrapte in de kelder van het overheidsgebouw. Waar die vergadering plaats zou vinden. Van het parlement met de koning. In Amerika hebben ze nog heel lang hebben ze dat gevierd, hè? Remember, we remember the 5th of November. 5th of November. Anders krijg je een standje. Ja, 5th of November, hè, gelukkig. Remember, remember the 5th of November. De vierde is in Amerika. Amerika was protestant. Totdat het verboden werd. Want ze maakten dan een pop. En dat stond dan voor de paus. En die steken ze dan in de fik. Dat was dan leuk. Een soort bonfire. Een vreugdevuur. Ja, uiteindelijk was er dan zo'n Amerikaanse bobo. Ja, joh, dat mag niet. Dat was beledigend naar de paus. Was to blow up the House of Lords during the state opening of the parliament. En daar zijn die koning uit. De inhoud van de Bijbel met die oproep tot moraliteit en je niet te laten bullen pakken. En de onderbouwing daarbij. Dat is het ding van de mensheid. Onze verbintenis met de moraliteit en de oproep aan onszelf om daar iets mee te gaan doen. Ieder voor zich. Snap je? En als we straks allemaal moreel zijn, dat zal voorlopig niet gebeuren. Hoe dat weer loopt, ja, dat staat dan in het boek Openbaar. Start eventjes iets op. Ik heb weer hele leuke uitzendingen klaarstaan. Jeetje man, dan is ik gestopt met mijn suiker. Einstein als een flat. Wel leuk over mijn 7e dag dat ik niet geschrokken ben. Dat is een naam. Oh, sorry hoor, een beetje kort op mijn raak. Dat maakt het uit. Kan je even nadenken? Toch niet een. Hoe moet ik zeggen? Iets waar ik denk van, oh, je deelt, oh, dat snap ik wel.
een lastig punt is, is als je ontdekt dat het alleen maar geen moraliteit is. En waar was jouw moraliteit? Toen je dat niet wist. En ga je misschien schuldig voelen. Ja. En daarvoor is Christus gestorven voor jouw zonde aan het kruis. Dat is de truc. Dat snapte Christus. Als je mensen vertelt met hoe het nou werkelijk had moeten zijn, dan denkt iedereen van ja, nee, Zirmen, en dat betekent dat ik het helemaal niet goed heb gedaan. En dan is God vast boos op mij. Nee. Want die rekening is al vereffend. Met de dood van Christus aan het kruis. Het is wel de bedoeling dat je het niet opnieuw gaat doen. Dat wel. Maar voor de rest is er niks aan de hand. Fijn, hè? Wat een opluchting, hè? Wil je nagaan hoe je leven zou gaan veranderen? Dat hoor. Ja, maar dan krijg ik een heel saai leven. Want dan mag ik niet meer naar porno kijken. Wat nou? Is porno kijken opwindend? Enerverend? Gaat er weer. Ja, maar dan mag ik niet meer vreemd gaan. Nou, dan mocht je toch al niet. Ja, maar dat deed ik wel. Ja, dan mag je niet meer doen. Ja, maar gek gewoon. Ja, maar dan moet ik respect hebben voor mijn ouders. Ja, natuurlijk. Denk je wel niet? Kameel. Dat is niet echt een scheldwoord, maar klinkt wel leuk. Het is geen vies woord. Want anders krijg je een YouTube-ban. Ja, toch. Ah, kom. Er is een betere wereld dan dit. Christus ook beloofd, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar eerst krijgen we nog de Armageddon. Die is nog helemaal niet geweest. Jawel, want we hadden de Eerste Wereldoorlog. Ah man, dat was helemaal geen wereldoorlog. Een vriend van mij, Charlie. Charles, zei hij. Ja. En die zei van ja, in de tijden dat in Europa dan de boel aan het boem, boem, knal, knal was, was het heerlijk rustig op de Molukken. Ja, dan waren die wereldoorlogen voorbij. En dan kwamen die witnuizen weer bij ons lopen zeuren. Er is nooit een Armageddon geweest. Armageddon is een wereldoorlog. En niet van die namaken wereldoorlogen die we hebben gehad. Een beetje knokken in België en Frankrijk. Dat viel reuze mee. Maar die Armageddon die kwam. Dat kan niet anders. Eerst moet de dreiging en alles. Het moet iedereen duidelijk gaan worden dat er iets moet gaan veranderen. En als dat duidelijk wordt, dan gaan we zien wie degene zijn die die Armageddon tegenhouden. Met leugens en bedrogen. Namaakoorlogen. En in de tijd van namaakoorlogen en leugens en bedrog, daar zitten we midden tussen. En zoals het er nu uitziet, moet het eerst nog veel erger worden. Voordat er wat gaat gebeuren onder ons, in onze harten. We moeten allemaal zachtmoedig worden. Allemaal vergevingsgezind. Allemaal onze vijanden liefhebben.
Je moet wel weten wie je vijand is, maar daarvoor hoef je hem dan niet te haten. En jouw vijand, dat zijn de verdwaasde mensen die niet weten waarmee ze bezig zijn. En waarom zou je die doden? Laat ze tot inzicht komen. Ik zou prediker moeten worden. Dat lijkt me best. Nee, ik ga het niet. Nee, heeft geen zin. Dat doen die andere mannen. Daar heb ik nog een hekelpunt in de Bijbel. Dat is de rol tussen man en vrouw. Daar heb ik nu geen tijd voor. Want ik zit al over het uur. En uit respect voor het feit hè, dat jullie naar mij geluisterd hebben, dank ik jullie voor het luisteren. Ik stel het echt enorm op prijs. Want de verandering komt eraan. Het is een kwestie van tijd. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Ik hoop niet nog 10.000 jaar. Het lijkt me heel zielig voor jullie. Ja, niet voor mij, want ja, ik ben bijna 60. En voor mijn dood, broer. Dat zie ik ook niet gebeuren. Iedereen kijkt hoopvol naar Thierry Baudet als de nieuwe verlosser. Ja, maar dat is die niet, hè. Goed begrepen. Ik heb op het internet een paar stukjes gelezen die meneer Baudet heeft geschreven in een van de boeken. Toen dacht ik, jeetje, dus hij kan ook niet schrijven. Volksmannen of zo. Nou, ik heb helemaal geen hekel aan Thierry Baudet. Ik vind het alleen niet zoveel voorstellen. Dat is mijn punt. Nou, super bedankt voor het luisteren. En nogmaals, uit respect voor jullie en uit liefde. Of je nou mijn vijand bent of mijn naaste. Zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. Dag lieverds.